In de houthavens in Amsterdam wonen 1000 studenten in tijdelijke huisvesting. Het gebied wacht namelijk al jaren op een definitieve woonbestemming. De tijdelijke studentenhuizen werden er 7 jaar geleden neergezet door woningstichting De Kei. Het leuke aan deze panden is dat waar achter deze gevel gewoon eenvormige containers zitten, door de gevel eigenlijk heel individueel per kamer te kiezen, heeft iedereen een eigen identiteit gekregen. Anders dan had je een enorme eenvormigheid gekregen, eigenlijk van doosjes met eenzelfde raampje. En hier is elke gevel is anders en kun je gewoon zeggen, ik zit daar op de tweede verdieping achter dat oranje strookje. Dan weet je gewoon waar je woont. En dat is toch voor heel veel mensen belangrijk, dat ze toch een identiteit hebben in een groter complex. En hoe belangrijk is het ook voor tijdelijk anders bestemmen, dat het wat je er neerzet een uitstraling heeft? Ja, als je tijdelijkheid gebruikt om je imago te vestigen, dan moet je ook zorgen dat je een goed imago vestigt. We hebben hier bijvoorbeeld architectuurprijzen meegehaald. Nou, dat verwacht niemand, dat je met gewoon een containerdorp een architectuurprijs haalt. Het goede imago van de tijdelijke woonomgeving trekt al snel nieuwe voorzieningen aan, zoals scholen en horecagelegenheden. Er zit hier achter op het terrein zit ook een groot restaurant. Verderop aan het water hebben wij ook nog drijvend een bedrijfsverzamelgebouw liggen. Maar juist door die combinatie van functies, scholen, studentenhuisvesting, een restaurant, bedrijfsverzamelgebouw, is dit een gebied wat enorm levendig is en wat dus ook al echt de naam heeft van God, de houthavens is goed. Dus het aardige is dat eigenlijk het imago van een heel goed gebied heb je al gecreëerd door je tijdelijkheid. Binnenkort moeten de studentenhuizen plaatsmaken voor permanente woningbouw. Woningstichting De Kei is dan verplicht alles af te breken, inclusief bestrating, riolering en de heipalen. Wat wij hebben geleerd is dat als je het tijdelijk neerzet, dat je heel goed moet kijken wat kun je investeren in de woning. Als je de woning verplaatst, neem je dat mee. Maar alles eromheen en eraan moet je echt heel zorgvuldig doen dat daar niet te veel geld in gaat zitten. Want dat is kostbaar, die infrastructuur onder de grond. Ja, want eigenlijk leg je het aan met palen en alles eromheen alsof je er permanent zit. Ik bedoel, gas, water, elektra, alles ligt hier. En we moeten straks alles weghalen omdat dit gebied dan wordt herontwikkeld met die eilanden voor die nieuwe woonbestemming. Ja, en dat is een enorme vernietiging. Dit is bouwterrein Zeeburger Eiland in Amsterdam, dat wacht op betere economische tijden. Daarom is Woningstichting De Kei ook daar begonnen met de bouw van tijdelijke studentenhuisvesting. Hier hebben we een plek toegewezen gekregen waar we 5 jaar mogen staan. En wij hebben gekozen daarbij voor een modulair systeem waarbij je eigenlijk kant-en-klaar woningen uit een fabriek laat komen. Die stapel je tot maximaal 5 hoog. Want als je niet hoger gaat, hoef je geen liften, wel trappen en galerijen. Maar dat is dan redelijk efficiënt in het neerzetten in je kostenstructuur. En daarna hebben we gekeken van ja, dan kun je die modulaire eenheden stapelen. En dan, hoe ziet het er dan uit? En dat hebben wij met een architect gedaan en een kunstenaar. En dan zie je hier echt prachtig de kunst die we op de gevels hebben aangebracht. De gordijnen zijn door een kunstenaar ontworpen, de belettering. En de kleur ook weer gekozen op dat zwart, dat je echt een identiteit krijgt. En heel veel mensen vinden het ook heel mooi en zijn verrast als wij vertellen dat het tijdelijk is. De studentenwoningen mogen er voorlopig van de gemeente Amsterdam 5 jaar staan. Maar Woningstichting De Kei vindt dat te kort. Wat we nu hebben gedaan voor 5 jaar, dat is leuk, maar heel erg onrendabel. En als we over de 15 jaar heen gaan, dan wordt het gewoon een goed project. En dan is het ook voor herhaling vatbaar. Dus wij zouden dit op heel veel plekken kunnen doen als het minimaal 15 jaar is. Het Zeeburger Eiland is nu nog een grote lege kale vlakte, waar naast de studentenwoningen alleen nog maar een tijdelijk restaurant staat. Helen van Duin is ervan overtuigd dat tijdelijke bestemmingen helpen bij het uiteindelijk realiseren van permanente bouw. Tijdelijkheid maakt juist dat iets wat tijdelijk leuk is, maar niet geweldig, hè, omdat het allemaal kwalitatief wat anders is of dat het tijdelijk is en het is wat eenvoudiger gemaakt. Maar als je dan daarna
langzaam met je permanente dingen begint, dan kan het er naartoe groeien. En wij willen veel te veel planmatig alles in één keer goed doen. Terwijl de mooiste steden zijn organisch gegroeid. En door tijdelijkheid krijg je de kans organischer te gaan.